ver de meeste dieren dragen weinig aan ons wereldbeeld bij. Wanneer was de laatste keer dat een vlinder iets werkelijk onderscheidends zei? Wanneer zag er iemand een eland met andere elanden filosoferen? En Socrates en Sartre en Kant en Descartes, geen van die geleerden was ooit een konijn. Maar wat drijft daar in mijn bouillon? Dobbert er in de champignonsaus rond. Een uberdeskundig, heel klein rund, waar een oneindige som bij zijn raad uitkomt. Iedereen een lepel soep genoeg. Gezond geboren, want in een pan gedijt een embryo goed. Geheel ongebonden, met lichtjes geschonden, broccoli velouté op zijn snoet. Zodra die kon staan, zei die zachtjes zijn naam en declameerde zijn eerste wijsheden. Zo heet als de soep geserveerd wordt, zo heet heb ik hem nog nooit betreden. En wat drijft er in de bouillon? Dort er in de champignonsaus rond. Een uberdeskundig, heel klein rund, waar een oneindige zon bij zijn raad uitkomt. Allemaal! Iedereen een lepeltje soep groen.